Laten wij vandaag Gods woorden delen met de preek getiteld Volg de Ark van het Verbond. Volg de Ark van het Verbond. Is een van Gods geboden. 3500 jaar geleden prezen de Israëlieten God door altijd de Ark van het Verbond te volgen. De hele weg van Egypte, het land van leed, naar Canaan, het land welk vloeide van melk en honing. Ook toen zij de stad Jericho veroverden, welke de eerste stad was in het land Canaan, welk vloeide van melk en honing, trokken ze zeven dagen rond de stad. Wat was er altijd voor hen toen zij iedere dag eromheen marcheerden? De Ark van het Verbond was altijd voor hen. De Israëlieten konden nooit voor de Ark van het Verbond gaan. Aangezien zij altijd achter de Ark van het Verbond volgden, konden zij uiteindelijk hun vrijheid en vrede herwinnen. En werd hen toegestaan, Kanaan, het beloofde land, welk vloeide van melk en honing, binnen te gaan. Hoe is het vandaag met de Ark van het Verbond? Voordat God Mozes gebood het heiligdom te bouwen, leidde God de Israëlieten met een wolkkolom en een vuurkolom, toch? Ongeacht of het de Ark van het Verbond was, of een wolkkolom en een vuurkolom, wie leidde hen eigenlijk? Het was God. God leidde de Israëlieten met een wolkkolom en een vuurkolom. Terwijl de Israëlieten geleid werden met de Ark van het Verbond, vernietigde God zelfs Jericho, die een vesting was in Canaan, welk vloeide van melk en honing. Alle wonderbaarlijke werken gebeurden, zolang de Israëlieten de Ark van het Verbond volgden. Wat vertellen de 66 boeken van de Bijbel die wij moeten volgen in het tijdperk van de Heilige Geest? Wat staat er in Openbaring hoofdstuk 14 hierover? Er staat, deze zijn het die het Lam volgen waar het ook naartoe gaat. Met andere woorden, kwam God die zijn volk met de ark van het verbond leiden in de Oude Testamenttijden naar de aarde in het laatste tijdperk van de Heilige Geest. Dus moeten wij niet God voorbij gaan tegen Zijn wil in, maar Hem altijd volgen ongeacht waar Hij en hoe Hij ons leidt. Toen de Israëlieten God volgden tot het einde, konden zij in het land Canaan aankomen. Zo ook moeten wij de heilige wil van Hemelse Vader en moeder volgen, die de Ark van het Verbond zijn. Als wij tegen Gods wil ingaan, door voorbij de Ark van het verbond te gaan, zullen wij Kanaan nooit binnengaan welke vloeit van melk en honing, zoals getoond is in geschiedenis, als een schaduw. De Israëlieten volgden altijd de Ark van het Verbond. Toen zij de Jordaan overstaken, liepen zij achter de Ark van het Verbond. Ook toen zij zeven keer rond de stad Jericho marcheerden, de eerste stad van Canaan, liepen zij achter de Ark van het Verbond. Vaak kunnen wij de vermeldingen in de Bijbel zien. De ark van het verbond was er voor de mensen. Ook vandaag leiden de geest en de bruid God Elohim ons naar verlossing en naar de eeuwige hemel dat voor ons is. Zouden wij hen dan niet achterna moeten volgen tot het einde? Wij moeten altijd de voorspellingen van de Bijbel vertrouwen. Zonder de menselijke gedachten of bekwaamheden van individuen. Wij moeten de leringen van God in de Bijbel diep in onze harten graveren en achter de ark van het verbond aanlopen. Betrekkend tot dit moeten wij hierover nadenken hoe Mozes, de leider van de Israëlieten, 3500 jaar geleden werkte. Om de Israëlieten naar het land Kanaan te brengen, welk vloeide van melk en honing. Veertig jaar lang was Mozes nederiger dan iedereen. En niemand anders had groter geduld en leiderschap als Mozes. Ondanks dat, hoe kwam het dat Mozes, die de Israëlieten goed leidde voor 40 jaar Kanaan niet binnen kon gaan? Er was een belangrijk probleem. Het probleem was wat Mozes zei toen de mensen klaagden dat hij hen naar een plaats leidde zonder water. Op dat moment vertelde God Mozes om de rots met zijn staf te slaan. Totdat Mozes de rots sloeg, zeiden de mensen: Dank God voor het ons leiden uit Egypte. In plaats daarvan klaagden zij tegen God iedere dag voor 40 jaar. Door dat te horen, hoe verzwakte de ziel van Mozes. Dus sloeg hij tweemaal met zijn staf, hoewel eenmaal genoeg was om aan te geven, ik heb dit gedaan. Hij toonde zijn rechtvaardiging. Met andere woorden, hij openbaarde zijn glorie meer dan dat van de ark van het verbond. Aangezien hij Gods glorie bedekte, was God daar erg spijtig over. Zo'n grote leider zoals Mozes was, waardig om het land Kanaan binnen te gaan, welke vloeide van melk en honing, echter kon hij Kanaan niet binnengaan door wat hij zei. Echter had God medelijden met hem voor zijn grote moeite en inspanningen en dus beloofde hij hem tenminste... het land Canaan te zien van een afstand. Mozes leven eindigde op de berg Nebo, rond de grens van Canaan. Hij mocht het land niet binnengaan. Daarna werd Jozua de leider na Mozes. Ook in deze generatie zegt God... ga niet voorbij de ark van het verbond... Gods kinderen die het Hemels Koninkrijk zullen binnengaan, moeten altijd achter de ark van het verbond lopen. Met andere woorden, wij moeten nooit afdwalen van het pad waartoe God ons leidt. Wat als wij denken, ik heb dit gedaan zoals Mozes dat zei? Wij moeten gedenken dat zulke woorden een struikelblok werden voor hem om het land Kanaan, welke vloeide van melk en honing, niet binnen te gaan. Dit is een hele belangrijke leer. Vandaag moeten wij ook Gods wil volbrengen, ongeacht welke missie God ons in dit tijdperk geeft. Anders kunnen wij zeggen: Als ik dit doe, zal ik het beter maken. Deze methode zal beter zijn. Het is niet waar. Ongeacht wat, alleen wanneer wij het doen zoals God het ons gebood, is dit de weg naar de hemel en de beste manier voor het evangelie. Laten wij nu de woorden van de Bijbel hierover zien, laten wij kijken naar Jozua hoofdstuk 1, vers 10. Toen gebood Jozua de beamten van het volk... Ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviant voor u klaar. Want nog binnen drie dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken... zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen... dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve Manasse, zei Jozua... Denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heer, u geboden heeft. De Heer, uw God, geeft u rust en Hij geeft u dit land. Ook wij moeten dit gebod gedenken. God zal ons zeker dit land geven. Laten wij dit gebod altijd gedenken. Welke woorden van belofte heeft God ons vandaag gegeven? God beloofde om ons glorieuze leven te verlenen. Geen dood, rouw, bittere jammerklacht en leed in het hemels koninkrijk. In Jozua hoofdstuk 1 zei God, denk aan de woorden van belofte, dat ik u kanan zal geven. Ook wij moeten richting het hemels koninkrijk lopen, met deze woorden altijd in gedachten. Terwijl wij op aarde leven, moeten wij niet slechts als gewoonte naar de kerk komen, maar een trouw leven van een gelovige leiden. Laten wij vanaf dit moment ons leven van geloof leven als een waardige gelover en het pad van het evangelie juist bewandelen wat God behaagt. Wij moeten niet simpelweg denken: aangezien mijn naam in het boek des levens geschreven is, zal ik in staat zijn de hemel binnen te gaan. God zei: "Vergeet dit gebod niet, maar gedenk het." Dit is het eerste woord die Jozua ontving toen hij de grote missie overnam. Gedenk het gebod dat de Heer God u rust zal geven in dit land. Voor hen was de stad Jericho. Het is voordat zij het land Canaan binnenkwamen, welk vloeide van melk en honing. Zelfs voor het binnengaan van Canaan werd aan hem de woorden van Gods belofte gegeven. Het werd hem verteld voorwaarts te gaan, altijd te gedenken dat God in het land Canaan zal geven, en volledig te geloven dat Gods woord zeker zal worden vervuld. Wij kunnen in hoofdstuk 2 zien dat twee mannen in het geheim naar Jericho werden gestuurd om het land te onderzoeken. Hun melding staat in vers 22 vermeld. Laten wij kijken naar Jozua hoofdstuk 2, vers 22. Zij gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd waren, want de achtervolgers hadden hen op de hele weg gezocht, maar niet gevonden. Toen keerden die twee mannen terug. Zij daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. Zij vertelden hem alles wat hun overkomen was. En zeiden tegen Jozua, zeker de Heer heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Zo melden zij de situatie aan Jozua. De twee spionnen die het land onderzochten, zeiden, alle inwoners melden van angst. Door te horen dat God met ons is, beefden zij van angst. Een van de geboden die Jozua de Israëlieten op dat moment gaf, was dat ze nooit voorbij de ark van het verbond moeten gaan. Hij gebood alle mensen om de ark van het verbond achterna te volgen. Vandaag volgen wij ook hemelse Jeruzalem moeder, welke de realiteit is van de ark van het verbond. Lopen wij vader achterna? Nu zien wij de aanwezigheid van God die de Israëlieten leidde van Egypte naar Canaan met een wolkkolom overdag en een vuurkolom in de nacht. Wij moeten altijd God achterna lopen. Maar vaak denken wij dat onze gedachten beter zijn, hoewel wij de nabije toekomst niet kunnen zien. Misvatten wij dat wij geweldig zijn. Dus moeten wij zulke verkeerde gedachten wegdoen, zoals dat van de morgenster, zoon van de dageraad, en het geloof behouden zoals zij die het land Canaan binnengingen. Laten wij gaan naar Jozua hoofdstuk 3. Jozua hoofdstuk 3 vers 1. Toen stond Josua's morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de Israëlieten. En zij overnachten daar voordat zij overstaken. En het gebeurde na verloop van drie dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden. Wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en wat doen? Hem volgen. Het betekent, wanneer u dit ziet, moet u dat slechts doen. U bent niets toe behalve slechts de ark van het verbond te volgen. Dit is het geloof en de plicht die u moet hebben. Laten wij kijken naar vers 4. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 en lengte. U mag er niet dichterbij komen, zodat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent de weg niet eerder gegaan. 2000 l is ongeveer 900 meter. Houd de afstand en kom niet dichterbij. Hun werd verteld niet dichterbij de ark van het verbond te komen. Verder zei Jozua tegen het volk: Heilig u, want morgen zal de Heer wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua: Neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. De priesters liepen voor het volk. Het is omdat zij de ark van het verbond moesten dragen. Laten wij kijken naar vers 7. Want de Heer had tegen Jozua gezegd, Deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen, gebieden, zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt. Sta dan stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten, Kom hierheen en luister naar de woorden van de Heere uw God. Vervolgens zei Jozua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is en dat hij de Canaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Feressieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de heren van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. De ark van het verbond was altijd voor het volk. De Israëlieten volgden altijd de ark van het verbond. Net zoals Apostel Johannes vermelde, dat zij die verlost worden van de aarde het lam volgden waar het ook naartoe gaat, in Openbaring hoofdstuk 14. Aangezien zij de ark van het verbond voor 40 jaar volgden, hoewel het slechts een afstand was van ongeveer 200 kilometer, wie gaf het gebod? Volg de Ark van het Verbond. Laten wij kijken met wat er gebeurde met de voeten van de priesters die de Ark van de Heer droegen. Vers 11. Zie, de Ark van het Verbond van de Heren van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u twaalf mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam één man. Zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere, de heren van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit, het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Ook hier kunnen wij de plaats van de ark van het verbond zien. Het is altijd voor het volk en het volk volgde het voor veertig jaar. Vers 15. De Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van de oost. En de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren. Aan de rand van het water bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die na Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Hier kijken wij terug op de geschiedenis van de schaduw. 3500 jaar geleden over de ark van het verbond. En de Israëlieten die de ark volgden. En wij moeten in staat zijn om correct Gods wil en voorzienigheid te begrijpen. Die ons vertelde om het land te volgen waarheen het gaat. Zelfs in dit tijdperk. Het is God die zei. Volg het. Maar als de Israëlieten het niet volgden en voorop liepen, zouden zij vele moeilijkheden ondervinden. Laten wij opnieuw kijken naar Jozua hoofdstuk 3 vers 7. Want de Heer had tegen Jozua gezegd: "Deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, zoals ik met Mozes geweest ben." En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. Toen zei Joshua tegen de Israëlieten, kom hierheen en luister naar de woorden van de Heere, uw God. Vervolgens zei Joshua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. God vernietigt alle stammen van Canaan. In vers 11 staat, zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Het was Gods gebod om de plaats van de ark van het verbond altijd voorop te hebben. Dit gebod is niet alleen hier. Laten wij teruggaan naar Exodus hoofdstuk 13. In dit tijdperk, nu, leiden de Heilige Geest en de bruid ons naar het eeuwige hemels Kanaan. Op deze weg moeten wij niet tegen Gods wil gaan, maar God volgen in gehoorzaamheid door te leren van de geschiedenis. Laten wij kijken naar Exodus hoofdstuk 13. Als u kijkt naar hoofdstuk 13 vers 21, bevond de Heer zich in welke positie? Er staat, de Heer ging voor hen uit. De heren ging voor hen uit overdag in een wolkkolom en om hun de weg te wijzen en s'nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Ten allen tijden ging God voor zijn volk en plafijde ieder pad met een wolk en vuurkolom. En liet de kinderen achterna volgen. Achterna volgen is erg makkelijk om te doen. Echter, aangezien zij zich bleven keren van God, gebeurden steeds moeilijke dingen. Zij bleven steeds moeilijke paden bewandelen. Er zijn altijd redenen voor God om ons naar een pad te leiden. Het doel om de Israëlieten voor 40 jaar in de woestijn te leiden, was ook om hen de wetten, richtlijnen en voorschriften van God te leren. Het was Gods voorzienigheid om hen klaar te maken in alle aspecten, om ware mensen van God te worden, om Kanaan binnen te gaan, toch? Laten wij vervolgen met hoofdstuk 14. Exodus hoofdstuk 14 vers 24 Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur en wolkenkolom kolom neerzag op het leger van de Egyptenaren en hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren laten wij voor Israël vluchten want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes... Strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren... over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee... en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats... terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in de zee. Wanneer wij ook hier zien... Leidde God de Israëlieten met een vuur en een wolkenkolom en verwoestte hun vijanden. Er was niets wat de Israëlieten deden. Zij volgden God alleen. Wij zijn hetzelfde als hen. Als schapen hun herder volgen, zoals hij hen leidt, leidt de herder hen in een goed grasland, vloeiend met water, toch? De schapen hoeven alleen de herder te volgen. Laten wij de woorden gedenken, volg de ark van het verbond. Laten wij dan het verleden vergelijken en het evangeliepad dat wij in dit tijdperk zouden moeten bewandelen. Laten wij kijken naar Openbaring, hoofdstuk 14. Openbaring, hoofdstuk 14, vers 1. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd zijn naam en de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren, en als het geluid van een zware donderslag, en ik hoorde het geluid van zitterspelers die op hun zitters spelen. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die wat doen? Die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Volgen betekent niet het lam voorbij gaan, volgen betekent lopen op het pad dat het lam bewerkt heeft. Het voorbeeld volgen dat het Lam ons gegeven heeft. In de Bijbel staat deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. Wij moeten vandaag God volgen in dit laatste tijdperk van de Heilige Geest. Wanneer God heilige woorden aan ons geeft, moeten wij niet zeggen, dit is mijn realiteit. Mijn situatie is zo, mijn omstandigheden zijn dit en dat. Wij moeten de Bijbel niet op onze eigen manier accepteren, door onze eigen omstandigheden en situaties eraan te passen. En wij moeten geen jammerlijke fouten maken door niet het pad van God te volgen. De ark van het verbond met de smoes, ik kan het niet helpen. Hoewel een andere foute manier wordt begaan, anders dan het pad waarin God ons leidt. Als God ons met een wolkenkolom leidt overdag, moeten wij die kolom volgen. En als Hij ons leidt met een vuurkolom in de nacht, moeten wij die kolom volgen en kunnen niet enig andere manier zijn voor ons. Joshua zei dat zij nooit het gebod moeten vergeten, volg de ark van het verbond en de belofte dat God hen zou leiden naar een land dat vloeit van melk en honing vervulde God dan zijn belofte, of niet? Dat deed Hij. Hoe zit het dan met Gods belofte dat Hij ons zou leiden naar het hemels koninkrijk? Hij zal het zeker vervullen. Iedereen, gedenk alstublieft Gods woorden van belofte. De tijdelijke honger en pijnen op aarde, de omstandigheden waar wij minder krijgen dan de anderen, klaag nooit over deze kwesties. Deze dingen vergaan in een moment. Hoe zit het met de hemel? Het zal voor eeuwig en altijd duren. Wij moeten wijsheid hebben om vast te houden aan eeuwige dingen. Wij moeten de ark van het verbond achterna gaan. Wij moeten de wolkkolom en de vuurkolom achterna gaan. Wij moeten nooit voorop lopen zeggend: Wolkkolom, volg mij hierheen. Vuurkolom, kom alstublieft hier. Wij moeten nooit het evangeliepad bewandelen op onze eigen manier. Laten wij kijken naar Jesaja hoofdstuk 60. Jesaja hoofdstuk 60, vers 20. Uw zon zal niet meer ondergaan. En uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de Here zal voor u tot een eeuwig licht zijn. En aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn. Voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn door mij geplant, wiens heerlijkheid zal worden getoond, opdat ik, God, verheerlijk zal worden. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal dit te zijnde tijd spoedig doen komen. Wanneer wij Gods heerlijkheid tonen als Gods kinderen, dan zal de kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk. Maar wat als wij blijven proberen onszelf te verheffen, denkend. Ik deed het zo: ik kan Gods woorden best goed onderwijzen. Ik ben een goede leider. Zoals Mozes, die niet in staat was om Kanaan binnen te gaan. Kunnen wij falen om de hemelse glorie te verkrijgen? Hoewel wij gedeeltelijk hebben deelgenomen aan het evangelie, broeders en zusters. Wij zijn geschapen voor Gods heerlijkheid, zoals voorspeld in Jesaja hoofdstuk 60. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk. Wie zal dit te zijner tijd doen? Het is God. God zei dat hij dit alles spoedig zal doen. Voor ons gaat de ark van het verbond als een wolkkolom en als een vuurkolom. Verdeelde hij de Rode Zee en vernietigde het Egyptische leger die hen najoeg. Er was niets wat de Israëlieten deden. Wie deed het ook in de verovering van Jericho? Hebben de Israëlieten het veroverd? Zij marcheerden eromheen, volgden de ark van het verbond. En toen hen verteld werd te roepen, riepen zij slechts. Zij schoten geen pijlen of gebruikten speren om de stad Jericho met eigen wil te veroveren. Het enige wat zij deden was het volgen van de ark van het verbond. Wat gebeurde er toen? Zij hadden uiteindelijk een overwinning behaald. Wat is de uiteindelijke bestemming van het pad die wij nu nemen? Het is het hemels koninkrijk, toch? Het hemels koninkrijk is nabij. Net zoals Jozua krachtig uitsprak aan alle Israëlieten: Gedenk dit en vergeet het niet. Spreekt God ons vandaag toe? Gedenk dat dit hemels koninkrijk nabij is. Gedenk dat ik u hemels kanan zal geven als erfenis. Gedenk dat ik u zal toestaan om van eeuwig leven en vreugde te genieten in de eeuwige wereld, waar er geen dood, rouw, jammerklacht of pijn is. Gedenk dat u zal leven in de genade van God in de hemel. Waar er de rivier van levend water stroomt. Laten wij vandaag nogmaals gedenken. wat God zei 3500 jaar geleden. Volg de ark van het verbond. God beloofde: Ik zal u het land Kanaan geven, vloeiend van melk en honing. Ik zal u alle plekken geven waar u komt. En het zal uw gebied worden. Laten wij altijd de genadige woorden van God gedenken. God beloofde ons het eeuwige hemels koninkrijk. Laten wij dat altijd gedenken. Ons leven hier op aarde is ook belangrijk. Maar wij hebben een groter hoop nodig voor eeuwig leven in de hemel. Laten wij het hemels koninkrijk nooit verliezen. Wij waren gedoemd voor de eeuwige brandende hel. Hemelse Vader en Moeder, redden ons van onze zonden van dood en leiden ons naar het pad van leven. Stonden ons namen toe in het boek des levens. Ik vraag u oprecht om het pad van Vader en Moeder te volgen, de ark van het verbond, waardoor wij allen het hemels koninkrijk zonder falen kunnen binnengaan. Laat mij nu de preek beëindigen. Dank u wel.